terug aan dat moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer. Ik vind dat iedereen mag zijn zoals ze zijn. Ik vind het juist heel goed dat dat allemaal gestimuleerd wordt en dat iedereen zichzelf kan zijn eigenlijk in zo'n stad. Dus ik vind het juist als iedereen vol zichzelf is en vol zijn eigen dingen draagt en wat dan ook, hoe meer we daar in het dagelijks leven mee omgaan, hoe meer we elkaar denk ik gaan accepteren en gewoon gaan zien hoe iemand is. Als je vaak in dorpen zit en woont, dan zie je dat mensen altijd naar je kijken van oh, je hebt iets geks aan of in Amsterdam is dat niet. Nou, vroeger was ik altijd wel al vrouwelijker aangelegd. Ik ben altijd een beetje anders geweest. Ik heb zelf 15 jaar in Friesland gewoond, waarvan 10 jaar in Bakkeveen, een dorpje van 2000 inwoners. En toentertijd dacht ik altijd van oké, ik moet naar Amsterdam toe, want daar kan ik mezelf zijn. Als je ergens wat langer bent, begin je veel meer dingen te merken. Onderliggende gevoelens van mensen, gedachtes. Nadat ik de metro uitstapte, naar beneden wilde lopen en ik eigenlijk bijna van de trap af geduwd werd, omdat ik anders ben. Dat heeft me zo onveilig laten voelen en dat is zo dicht bij huis. Daarnaast heb ik ook nog een andere keer meegemaakt dat ik bij de Albert Heijn gewoon geen kassabon kreeg en er gewoon niet met mij werd gesproken. En dat was best wel confronterend. Maar is dit nu Amsterdam?